In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Abonneer je op ons kanaal en laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Bas. Hij doet aan scat, oftewel poepseks. Alleen of samen? Samen. Smaak of structuur? Structuur. Delen of voor jezelf houden? Delen. Hard of zacht? Hard. Chocolademelk of appelsap? Appelsap. Hoe heb je ontdekt dat je poep lekker vindt? Ja, dat is eigenlijk een paar jaar geleden begonnen. Ik stuitte op een porno-website op een filmpje, een instructiefilmpje, waarbij dus de meesteres in het filmpje aangaf wat ik moest doen. En was het dan op dat moment alleen maar geil, dat gevoel? Of heb je dan ook misschien gelijk een soort van angst of schaamte dat je denkt, jeetje, is dit nou waar ik geil van word? Die was er in eerste instantie wel, ja. Maar dat filmpje wat ik dus keek, dat was wel vrij opbouwend. Die was ook echt daarin bedoeld eigenlijk. Doordat hij dus zo opbouwend was, kon ik in dat filmpje ook steeds een stapje verder gaan. En het lukte mij niet meteen om het hele filmpje zeg maar vol te maken. Toen heb ik hem daarna meerdere keren bekeken en mezelf daarin steeds verder getraind. Omdat ik gewoon echt een heel fijn gevoel daarvan kreeg. Wat moest je dan doen in dat filmpje? Dat filmpje dat geeft dus aan eerst rustig te beginnen, het te ontdekken, de textuur te ontdekken. Dan een beetje mee te gaan insmeren. Nou, en dat ging dus steeds een stapje verder naar een stukje van mijn vinger aflikken, er veel aan ruiken en dan ja, steeds verder totdat het eigenlijk, het einde van het filmpje, geeft eigenlijk aan dat de hele poep die je gedaan hebt, dat die ondertussen weer in je buik zit. Ja, daar moet ik even van bij komen. Ja, wat vind je nou überhaupt fijn aan dit met iemand anders doen? Dat ik onderdanig ben daarin naar de dame toe. En eigenlijk kan ik mezelf geen lager beeld schetsen dan iemands toilet zijn. Ja, dat is gewoon echt het laagste van het laagste van het laagste van het laagste. Je zit hier nou wel onherkenbaar. Waarom is dat? Ja, daar ligt zo'n gigantisch groot taboe op. Er zijn de porno-websites die praktisch allemaal, de bekendere ook, die staan de plassex-filmpjes toe. Maar op het moment dat jij daar een filmpje wil uploaden omtrent poep, al is dat maar bijvoorbeeld zo'n instructiefilmpje, dan wordt dat al heel vaak verwijderd. Dus dan moet je het al binnen je filmpjes moet je het al gaan verbloemen. De zoekopdrachten, als je ze gewoon zo invoert, die ga je niet vinden. Dan geef je al meteen een foutmelding. Nou, en mede daardoor geeft het ook geen safe gevoel naar de buitenwereld. Maar vind je het redelijk dat je je zo schaamt? Het zou niet moeten. Kijk, mijn vrienden en ook familie en dergelijke, die weten ook dat ik in de BDSM-scene zit. Maar die weten totaal niet van het poepgebeuren. Want hoe dichter de mensen bij mij staan, des te voor mezelf gevaarlijker is het om erover te praten. Denk je dat je fetish voorkomt uit een trauma? Nee, eigenlijk heel gek gezegd, in tegendeel. En ook bijvoorbeeld het feit dat je je zo onderdanig wil voelen, dat komt ook niet voort uit iets wat je misschien heel erg hebt gemist? Nee, dat komt meer voort uit hetgeen dat ik een baan heb die vooral veel verantwoordelijkheid met zich meedraagt. En daardoor vind ik het af en toe heerlijk om een keer de touwtjes uit handen te geven. Het heet ook scat, toch? Of welke woorden gebruik jij? Scat is eigenlijk vanuit Amerika overgewaaid. Je moet een beetje goed zoeken, maar normaal gesproken, want dat is eigenlijk een gedeelde naam. Normaal gesproken kom je dan namelijk bij een muziekgenre. Oh, het is toch zo, kniepapapo, dat is toch sketten? Ja, daar waar niemand wat van kan verstaan, dat gedeelde. Ja, en jij houdt van wat anders. Ik hou van andere muziek inderdaad. Wat zijn de aspecten van poep die je lekker vindt? Ja, dat is eigenlijk, het kan heel makkelijk zijn. De poep zelf vind ik totaal niet lekker. Eigenlijk gewoon smerig, net als ieder ander dat zou vinden. Daarom is het voor mij ook meer de meesteres-slaafverhouding. Maar ik heb wel bepaalde voorkeuren dat ik dan wil hebben. Ik geef wel van tevoren aan binnen welke richtlijnen dat ik bijvoorbeeld wil dat de dame de avond tevoren liefst heeft gegeten. Als je dan gaat bijvoorbeeld voor wat zoetere dingen, veel fruit en dergelijke, dat maakt de poep ook wat zoeter en makkelijker verteerbaar. Dan kan ik het ook beter binnenhouden. Heeft iemand veel bonen gegeten,
pittig eten en dergelijke, Chinees eten, dat is eigenlijk bijna een boosdoener, want dan, dan wordt het allemaal wat lastiger te verteren. En vooral ook als je veel vlees hebt gehad. Ik ben zelf echt een vleeseter, sorry voor de mensen die ik ermee beledig. Maar dat is dan weer iets wat niet prettig is op het moment dat ik daar van de poep ga eten. Je vindt het dus gewoon niet lekker smaken. Dat je dan dus zo vaak iets eet wat je eigenlijk niet lekker vindt. Het gevoel van het onderdanige en van het fungeren als toilet, dat overheerst de smaak. Wel tot op zekere hoogte. Want ja, ik heb één keer gehad, dat was echt een boosdoener, dat ze de avond ervoor chilikokarne had gehad. Dat is ook echt alleen maar proeven geweest. En ik kreeg al bijna dat ik over mijn nek ging. En de geur maakte het veel sterker. Dus daar trek ik dan wel een grens. Ik moet zeggen, om daarop in te haken, dat ik mais, als dat de avond ervoor gegeten wordt, wel leuk vind. Maar dat is meer omdat je daar, ons lichaam, als je maiskorrels doorslikt en dus niet op koud, kan ons lichaam niet goed verteren. Dus die komen er dan vaak uit op de manier hoe ze erin zijn gegaan. En als ik dat ertussen zie, dan kun je daar wel weer leuke dingen mee doen. Wat dan? We hebben het één keer gehad dat ze dus mais had gehad, gewoon op mijn verzoek. En dat ik de volgende dag dus alleen de maiskorrels met mijn tanden eruit moest halen eerst. Hoe was de allereerste keer poepseks met een ander? Daarvoor ben ik destijds naar een betaalde meesteres gegaan. En ik ben in haar badkamer gaan liggen. Vervolgens is ze boven mij gaan zitten en hebben we eerst wat seksuele handelingen verricht. En daarna is het er uiteindelijk van gekomen. Eerst begon ze te plassen en dat deed ze over mij heen. Nou, dat bracht mij op dat moment in zo'n fijne stemming. En vervolgens begon ze ook over mij heen te poepen. Dus een klein beetje mijn tong door mijn lippen naar buiten gestoken. En ja, ik had het van mezelf wel eens geproefd, maar dat van haar, dat smaakte zoveel beter eigenlijk dan dat van mezelf. Dat ik eigenlijk daarna gewoon mijn mond heb opengedaan en gewoon wat naar binnen heb gedaan. En geprobeerd heb om het door te slikken. Oh ja, je ging ook echt gelijk voor de full experience met gewoon in je mond en doorslikken. Ik was zo geil op dat moment, dat ik het gewoon tot me nam. En eigenlijk nog voor de bedoeling was, ben ik toen klaargekomen, alleen doordat ik het in mijn mond had. Wow, dus zo geil was het dus. En hoe was het dan voor jou dat zoiets wat al zo lang in je zit, dat gewoon eindelijk gebeurt? Dat je gewoon iemand anders zijn poep in je mond hebt? Het was een hele rare gewaarwording, want op dat moment kreeg ik ook meteen de gedachte van, hè, wat ik doe, dat slaat nergens op, het is vies, wat voor raar figuur ben ik? En ik ben naar haar toe gegaan, omdat ik toen geen eigen vervoer had, ben ik naar haar toe gegaan met de trein. Dit was net in het begin van de coronatijd. De treinen reden wel, maar de mondkapjesplicht was aanwezig. En ik heb me bij haar natuurlijk uiteindelijk aan het einde heb ik me uitgebreid gewassen. Ik ben in bad geweest, ik heb me goed gedoucht en dergelijke. Maar of het dan uiteindelijk een idee is geweest, of omdat ik het door heb geslikt, toch een bepaalde manier van ademhaling geweest is, rook ik het de hele treinreis door naar huis in het mondkapje. En ik was heel bang dat dat dus ook opgemerkt werd door andere mensen. Dus dat gaf een heel dubbelzijdig gevoel op de terugweg. Maar en jij kon dus eigenlijk nog stiekem even nagenieten, want het ging de hele tijd in je mondkapje ging het nog door. Ja, nou ja, dat was inderdaad een soort van nagenieten. Stel je zit in een afspraakje. Wat is zeg maar het palet aan dingen wat je allemaal kan? Ja, normaal gesproken als ik dus in een afspraak zit. En er worden van tevoren natuurlijk wel duidelijke afspraken gemaakt. Er worden heel duidelijke grenzen doorgegeven wat ik wel en niet wil. Maar daarbinnen laat ik me eigenlijk ook wel weer een beetje verrassen door wat de dame eigenlijk verzint daarvoor. Dus dat kan heel variëren. Dat kan zijn dat ik bijvoorbeeld alleen ondergeplast word. Maar dat kan ook zijn dat ik bijvoorbeeld haar mag na de daad alleen maar mag schoonlikken. Of wat ik me toevalligerwijs vorige week heb gedaan is valt er wel onder insmeren, maar er mezelf mee aftrekken. Dus dan is er verder niet dat het gegeten wordt of gelikt wordt of zo. Dat was puur en alleen het aftrekken. En ja, alleen dat al geeft voor mij al een veel fijner gevoel dan wanneer ik dat gewoon doe met blote handen, zeg maar, dat er verder niks aan zit. Dus dat is eigenlijk een heel breed perspectief. Alleen de grens voor mij ligt dan wel op het moment dat ik braakneigingen krijg.
Er zijn namelijk ook mensen, meesteressen en dergelijke, die zo doorpakken. En dat is ook omdat de slaven daarvan houden. Die dan zo doorpakken dat op het moment dat er overgegeven wordt, dat ook weer opgelikt moet worden of iets dergelijks. Maar daar trek ik echt een grens. Of smeren, of over je heen, of dat ik een vrouw anaal neem die dan niet eerst naar de wc, dat ze bijvoorbeeld al naar de wc moet, dus dan komt er ook wat aan te zitten. Dat soort dingen, daar ben ik ondertussen wel gewend mee. Maar waar ik eigenlijk dan ook het liefst naartoe wil, is dat ik iemand ontmoet die er zelf ook van houdt, zodat we er samen mee kunnen knuffelen. Ja, ik heb wel eens gezien in filmpjes dat mensen elkaar zoenen als ze het in de mond hebben, dat wil ik graag ook een keer. En dan wil ik het op die manier ook verder verbreden. Maar ik zou ook denken van, de opties zijn toch eindeloos? Van je kan zoveel dingen, denk ik, met een drol. Van je kan doen alsof het een lolly is. Van is überhaupt terugstoppen, is dat nog een ding? Terugstoppen heb ik nog niet geprobeerd. Ik moet zeggen, nou ik erover nadenk, lijkt me dat wel een keer leuk om te doen. Heb ik je nu op een ideetje gebracht? Misschien wel, ja. Of dat er uitvoer wordt gelegd, dat weet ik nog niet. Maar daar gaan we wel eens naar kijken. Ja, je zou er ook gewoon een lekkere kroket van kunnen bakken. Dat je gewoon in de frituurpan gooit. Ja, maar ik ben wel heel snel bang, want daarom doe ik het. Ik doe het ook niet in de slaapkamer. Ik houd echt in badkamerruimtes waar ook een raam aanwezig is of een goede afzuiging. Ik heb er zelf geen behoefte aan dat bijvoorbeeld een heel huis ernaar gaat ruiken een paar dagen. Nee, het is echt gewoon de geiligheid van dat moment en dan moet het klaar zijn met de geur. Ja, want als we het echt eens hebben over dat eten, van hoe lukt het jou om daar doorheen te gaan? Zeg maar, blokkeert op een gegeven moment inderdaad niet gewoon je mond of zo? Nee. En gek genoeg, het kouwen kan ik vrij lang volhouden. Ik moet wel zeggen dat het in het begin ook wel lastig was, maar daar raak je toch een beetje aan gewend. Maar het is inderdaad nog steeds een doorslikken. Dan is die reactie van het lichaam die zegt van, nee, dit gaat niet goed. Een beetje hetzelfde als wat we hebben als we bijna bedorven of bedorven eten. Dan gebeurt eigenlijk datzelfde. Dus dat zit hem echt gewoon in het lang vaak doen en gewoon trainen. Ja, dat zit hem inderdaad in het trainen, want het is niet dat ik er een vaste dag voor heb, maar omdat ik niet elke maand ga afspreken met een dame, heb ik wel met mezelf eigenlijk de afspraak gemaakt dat ik minimaal één keer per maand dan wel van mezelf, dan wel van een dame, dat ik minimaal één keer per maand wat ga eten. Maak je je zorgen dat je er ziek van wordt? Ja, soms wel, maar daarom vind ik het heel belangrijk dat ik wel naar mensen ga die zich regelmatig laten testen. Dan kan het altijd nog zijn dat je andere ziektes onder de leden hebt. Maar daar moet je gewoon heel open en eerlijk naar elkaar over zijn. Maar gewoon naast ziektes is je poep toch ook gewoon een soort van homp. Gewoon bacteriën die je lijf niet meer wil hebben. Dat is ook zo. Maar ons maagzuur is tot heel veel in staat om dingen af te breken. Het gevaar zit hem er alleen in. Dat op het moment dat ik dus wondjes heb in mijn mond of in mijn slokdarm of iets dergelijks, en het komt daarmee in je bloedbaan terecht, dat je dus wel meer infecties kan krijgen. Hoe weet je nou wanneer je een wondje aan de binnenkant hebt? Nou, je voelt wel, als je gewoon dingen eet, neutrale dingen eet, dat er ergens een wondje zit, want dan voel je toch een beetje een stekende pijn af en toe. Nou, en als dat dus het geval is, dan ga ik geen poep eten. Dan kan het nog wel zijn dat ik me ermee ga smeren, maar dan ga ik het niet eten. En ook als ik ergens een snee heb of zo, dan ga ik daar niet smeren. Heb je het wel eens gecheckt bij een huisarts of zo, van kan dit eigenlijk wel wat ik doe? Ja, en ook wel wat dingetjes online opgezocht. En de huisartsen zullen heel consequent zeggen van, nou, het is heel gevaarlijk, pas ermee op. Maar als je echt een beetje doorzoekt op de websites die wat meer omtrent sket, poep, gerelateerd zijn, die zullen zeggen van, hier zie je wat duidelijker wat de gevaren kunnen zijn. Je blijft altijd een risicofactor op die manier. Maar het is, in sommige gevallen is het nog wel te doen. En in welke gevallen is het dan te doen? Nou, wat ik zeg, als je geen wondjes hebt of geen infecties. Maar denk je dan dat zo'n huisarts zich eigenlijk, dat hij maar wat lult of zo? Nee. De huisarts zal er zeker niet over lullen. Ik heb het nu eigenlijk meer over een soort van online huisartsforums, want het is niet iets wat ik persoonlijk heb verteld aan mijn huisarts. Dat hou ik meer binnenkamers, meer bij mezelf. Ja, maar dat toch dan, ja, ik zou gewoon zo bang zijn dat het gewoon zo slecht voor je lijf is om dat op te eten. Ja, nee, kan ik me voorstellen. Alleen, ik
probeer het gewoon. Het is misschien ook niet altijd goed om dan daar overheen te gaan. En misschien moet ik daarin meer naar mezelf luisteren. En naar de dingen die je om je heen erover kan vinden. Maar ja, er zijn wel meer slechte dingen die mensen doen. En uiteindelijk pakt het goed uit. Nou, en ieder weekend naar de tering gaan met alcohol en drugs is ook niet bepaald goed voor je. Nee, ik moet trouwens wel zeggen, je hebt het over alcohol en drugs. Het zijn ook twee dingen die ik absoluut niet wil. Dat dus erin gemengd is op het moment dat ik bij iemand poep ga eten. En vooral drugs, voor mij is een beetje de grens dat je minimaal 48 uur geen drugs moet hebben gebruikt. Want ja, dat kan ook nog een keer een extra factor zijn. En als er dan wordt getest, waarop wordt er dan eigenlijk getest? Nou, als we de test bij de GGD doen, dan is dat eigenlijk gewoon de SOA-test. Omdat op het moment dat het in mijn maag terechtkomt, is dat het probleem nog niet zo. Maar op het moment dat poep in je bloedbaan terechtkomt, daar zit dus ook kuddesporen in zitten van een bepaalde SOA's. Ik heb één keer gehad dat een dame waarbij ik dus poep had gegeten, die had later een positief SOA-test en die heeft contact met mij gezocht. En dat is eigenlijk de eerste keer geweest. En toen heb ik ook contact gezocht met de GGD. Nou, ik kon me daar laten testen naar aanleiding van de melding. En omdat ze heel erg veel gewend zijn daar en je op je gemak stellen, is ook dat de eerste keer geweest dat ik buiten de scene om met iemand erover heb gepraat en gezegd wat er nou precies plaats heeft gevonden. Die stelde me wel dermate op mijn gemak dat hij niet meteen zei van dat moet je niet doen, dat is slecht. Nou, de test is uiteindelijk in mijn geval negatief uitgevallen. Gelukkig maar die gaf dus wel aan dat dat dus ook over te dragen is via de poep. En wat zijn dan de dingen waar jij wel bang voor bent qua risico's, die wel eens door je hoofd spoken? Nou, ik heb één keer een hele slechte ervaring gehad. Dat was dan met de dame die ik als eerste daarvoor ontmoet had. Die is me er vervolgens mee gaan chanteren. Ook stom van mezelf, want ik wist dat zij een filmpje had gemaakt. Dat zij dat filmpje alleen naar mij zou sturen. Is gebeurd en toen heeft ze laten zien dat ze hem op haar telefoon had verwijderd. Een aantal maanden later was ik dus op vakantie in het buitenland. En toen kreeg ik in één keer een berichtje dat ik geld aan haar moest overmaken. Want anders zou ze dat filmpje, want die had ze nog. En dat stuurde ze me weer door, dus ik wist dat ze hem had. Zou ze dus online zetten en gaan delen met mijn Facebook vrienden. Uiteindelijk dat was het meest beschamende. Heb ik dus mijn Facebook-vrienden moeten vertellen. Ik heb ze niks over de inhoud van het filmpje gezegd. Ik heb alleen gezegd, luister, er is een seksfilmpje van mij, die gaat er rond. Die kan naar jullie toegestuurd worden. Open hem alsjeblieft niet, want het kan ook nog een keer een spam iets zijn. Ik zeg, open hem alsjeblieft niet en laat het mij weten. Uiteindelijk is er niks, gelukkig maar is er niks uitgelekt. Maar dat is wel op dat moment geweest van, nou, ik ga het niet meer filmen. Als ik het überhaupt ga filmen, dan heb ik een heel mooi masker. Die gaat op. Dan mogen er eventueel foto's en filmpjes gemaakt worden, want dan zie je toch verder niks herkenbaar. Waar heb jij nou echt scheid aan? Nou, waar ik echt scheid aan heb is die mensen die meteen je de les willen lezen, meteen met die vooroordelen komen. Die mensen die die maar blijven hameren van het is niet goed, hou ermee op en dergelijke. Dan denk ik, ja, ik weet het, maar ik zit er al 5 jaar in en het gaat al 5 jaar goed. En natuurlijk kan het altijd een keer fout gaan. Maar dan is mijn idee altijd van, ja, ik rij ook al een aantal jaren auto. En dan kan het ook een keer fout gaan. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele verhaal? Check dan onze podcast. Vergeet je niet te abonneren, like de video en druk op het belletje. Nou, dat was hem. Dankjewel. Als jij chips eet, hou je dan van naturel of ribbel? Ribbel.